Zo groot wordt het gat van Piet, zoals het plan voor de visbrug inmiddels heet. Genoemd naar wethouder Piet Sleking. Die presenteerde het met de woorden meer ruimte voor terrassen. Maar daar denkt de horeca heel anders over. Met name voor mijn terras en voor het terras van mijn buurman, het Griekse restaurant Olympiade. Zou dat betekenen dat wij ongeveer 90% van ons terrassenbestand zouden gaan verliezen. Kloppen de maten wel? Ligt het gat wel op de juiste plek? Ja, Schilte heeft het zelf geschilderd en de wethouder is al komen kijken. Meneer Sleking die dan gisteren naar zijn eigen gat wilde komen kijken. En zijn eerste reactie was ook, dit gaan we niet doen. Dat lost meteen het probleem op van hoe je onder de brug met een vaste trap zowel bij eb als vloed op een drijvende vlonder moest komen. Ik hoop dat ik mijn dossier wat ik aangelegd heb kan sluiten. En ik heb er alle vertrouwen in dat er een ander plan gaat komen wat veel meer tegemoet komt aan de wensen van de ondernemers die op deze brug nu de boel exploiteren. Maar officieel is er nog helemaal niets beslist.